De Junior Chamber International, GCI, Paramaribo, heeft gisteren haar 60-jarig bestaan gevierd. Deze organisatie heeft in de afgelopen jaren middels diverse projecten een stempel weten te drukken in de Surinaamse gemeenschap. Raisa White, GCI Paramaribo President 2021, zegt dat het 60-jarig bestaan van GCI Paramaribo een mijlpaal is waar zowel het bestuur als de leden trots op zijn. De organisatie stelt zich ten doel jongeren tussen de 18 en 40 jaar te trainen in het ontwikkelen van persoonlijke talenten en competenties, het bewust te maken over hun bijdrage aan de gemeenschap en het ontwikkelen van leiderschaps- en organisatievaardigheden. White zegt dat broederschap, inzet van de leden en de gedachte om altijd het beste van elke situatie te maken, GCI Paramaribo de afgelopen 60 jaren staande hebben gehouden. De cultuur binnen GCI Paramaribo is één van brotherhood en excellence. Ik zeg dit heel vaak en ik zal het ook vandaag weer zeggen. GCI Paramaribo is geen chapter, maar een movement van gedreven leden die als familie met elkaar omgaan. Mijn eerste contact binnen GCI Paramaribo begon in 2016, toen ik een orientation night van GCI Suriname bijwoonde. Tussen alle chapters scheen GCI Paramaribo als een diamant. Een diamant waarvan ik vanaf dag 1 wist dat het heel veel betekenis aan mijn leven zou geven. White wenst dat GCI Paramaribo de excellente attitude blijft behouden, zodat de organisatie de kwaliteit van haar toekomst kan verbeteren. Vanuit deze plek feliciteer ik de gehele organisatie met dit geweldig mijlpaal. Keep in mind, we zijn misschien niet beter, maar zeker wel anders. Raisa White, GCI Paramaribo President 2021. 60 jaar geleden is deze organisatie door een 15-tal jongeren opgericht. Trouwens, het bericht was een bijdrage van Richelle Macnak.